De dames van studentenhockeyclub GCHC doen dankzij een goede competitiestart nog volop mee om het kampioenschap in de eerste klasse. In de wetenschap dat winst op Amersfoort de tweede plek oplevert, beginnen de dames goed aan de wedstrijd. Hier wordt de eerste strafcorner versierd. De poging van Saskia Vermeer is goed, maar haar schot gaat net naast. Ook Amersfoort had de ambitie om bovenin mee te draaien. Maar door het wisselvallige spel is dat team niet meer dan een middenmotor. Van der Wolfshaar maakt shoot en staat dus weer een strafcorner toe. Dit keer gaat Elzien klatten slepen. Maar de keepster brengt redding. Na een goed begin zakt het niveau in de eerste helft ver terug. In een foutenspektakel komt alleen Amersfoort nog tot een mooie aanval. Maar deze voorzet wordt niet tot doelpunt gepromoveerd. Na de rust krijgen de bezoekers weer een grote kans. Jochems met de tip in en de redding van Van der Heijden. In de herkansing wordt Dorrestein onreglementair van het scoren afgehouden. Een strafcorner voor Amersfoort. De kans om de score te openen. Maar de uitvoering is heel slecht. GCHC kan snel omschakelen. Klatten bezorgt de bal bij Sarah de Ves en zij maakt het door de benen van de keeper af. 1-0. Een meevaller voor een matig spelende titelkandidaat. Maar de tegenstander laat zich niet van de wijs brengen. Als Inge Becks de bal inlevert, komt er toch nog een kans voor Amersfoort. Nicolien Thijssen omspeelt de doelvrouw en maakt gelijk. Met nog enkele minuten te spelen moet GCHC nog een doelpunt afdwingen om niet achterop te raken in de titelstrijd. In de absolute slotfase krijgt het nog eenmaal die mogelijkheid. Want deze lichte overtreding levert de strafcorner op. De uitvoering is verre van optimaal, maar Amersfoort krijgt de bal niet weg. En Lindsay van der Neut maakt de bevrijdende 2-1. Blije gezichten dus bij GCHC. Met een tweede plaats is het kampioenschap en dus ook promotie naar de overgangsklasse nog in zicht.